Hallo allemaal, welkom weer bij mij op mijn kanaal. Ik heb vandaag weer een shop and try, zoals ik het noem. Ofwel kopen en ik ga het proberen. Dit keer van de Action. Ik liep in de Action en kwam een aantal hele leuke dingen tegen. Ik ga denk ik één keer per maand naar de Action, zoals heel veel mensen denk ik. Want het is gewoon een hele leuke winkel waarin je veel verschillende dingen kan vinden voor je huishouden. Maar ook beauty natuurlijk. Het is echt de beste impuls aankoopwinkel die er bestaat natuurlijk. Dus ik ben gaan kijken. Ik had dit keer voornamelijk naar beauty gekeken. Ze hadden een aantal leuke dingen. Ze hadden bijvoorbeeld maskertjes, heel veel. Ik zelf was aangetrokken tot het Rose Hip Overnight Mask, zoals dat heet. Dat is rozenbotten, daar was je huid rustig van. Dat is goed tegen onzuiverheden en zo. Alleen toen ging ik het flesje lezen en toen stond erop dat, dat je na 15 minuten moest afspoelen. Dus toen dacht ik, oh, dat is niet echt overnight. Dus toen heb ik hem toch maar niet gekocht. Verder hadden ze ook best wel veel dingen al voor Koningsdag, terwijl het is nu maart, eind maart. Het duurt nog meer dan een maand voordat het Koningsdag is. Heel leuke oorbelletjes bijvoorbeeld, maar ook armbandjes, verderop lagen van die bloemenkransen, dingen voor op je hoofd. Nou, hartstikke leuk al. Het toen nog maar niet gekocht, vond het een beetje vroeg. En verder heb ik een aantal dingen gekocht die ik wel aan jullie wil laten zien en die ik ga uitproberen. Als allereerste heb ik dit gekocht. Peeling Foot Mask is het. Het zijn van die sokjes, die trek je aan. Die laat je dan 2 uur zitten. En dan spoel je het spul wat erin zit, spoel je van je voeten af. En na een paar weken, of ja, na een week ongeveer, dan laten alle velletjes van je voeten laten los. En dan komt er mooi nieuw zacht vel onder vandaan. Ik gebruik dit altijd, zeker nu we van de winter naar de lente gaan en je wil weer sandaaltjes aan, gebruik het eigenlijk best wel vaak. Heb ik altijd van een Koreaans beautymerk en die zijn ongeveer 10 euro per stuk. En deze zijn 1,89. Dus als deze werken, dan is dat natuurlijk wel een super goede besparing. Ik ben heel benieuwd. Ik ga die natuurlijk nu proberen, want ja, als je pas na een week het resultaat ziet. Maar ik zal op TikTok wel even laten weten of ze werken. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop het echt heel erg. Dan valt het vel van je voetjes af. Heb je mooie zachte voetjes. Als je ze dan lekker crèmt en bijhoudt, dan heb je altijd sandalen, goede voeten. Het is 1,89 maar, dus ben benieuwd. Wat ik verder nog gekocht had en waar je ook kettingen en armbandjes van had, zijn deze gemstones. Wel edelstenen armbandjes. Dit is de Tiger Eye armband. Je hebt een armbandje, zoals je ziet, met edelsteentjes en een goudkleurig armbandje erbij. Zelf heel erg leuk. Ik heb meer van dit soort armbandjes, dus dan kun je ze lekker stacken, zoals dat heet. Lekker meer tegelijk dragen. Deze heb ik dus, Tiger Eye en rode agaat. Ze hadden ook nog Black Onyx, die vond ik ook wel leuk, want dat is gewoon heel simpel zwart, net als mijn ziel. Alleen daar zat, dan was dit, zal ik maar zeggen, de levensboom. En dat vind ik echt een heel stom iets. Ik kan daar gewoon niks mee. Dus dat ik laat maar. Dat is een beetje zonde om die dan te kopen. Dus meteen het duurste item wat ik gekocht heb vandaag. Want deze setjes zijn dus 3 euro per stuk. En dan krijg je dus dit gouden armbandje. En zoals je ziet, zo'n elastieke edelstenen bandje. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Weet niet hoe lang het meegaat. Maakt niet uit. Gewoon een leuk bijoutje voor in de zomer. Oh, dat vergeet ik natuurlijk helemaal te vertellen, maar aan die edelstenen worden natuurlijk ook krachten toegeschreven. Waarbij ze je dan in je dagelijks leven zouden kunnen helpen. Power. En verder kwam ik nog 2 wenkbrauwproducten tegen en die ga ik vandaag dus testen. Bij mijn Action had je die maar in 1 kleur. Deze Stempel Brow, om het zo maar even te zeggen. Die had je alleen in deze warm donkerbruine kleur. Dus ik ben heel benieuwd. Er zit als het goed is een malletje bij en dan kun je het zo stempelen op je gezicht. Ja, daar ben ik heel kritisch over. Ik hou een beetje van natuurlijke wenkbrauwen, dus ik ben heel benieuwd wat ik hier, wat ik hiervan ga vinden. Deze was 1,59 euro. En het Brow Wow, de Brow Wow set. Daarin zit een wenkbrauwpoeder en een wenkbrauwpomade en een kwastje. Nou, dat lijkt me wel leuk om aan te brengen. Ook hiervan hadden ze maar 1 kleur. Deze, ik denk dat het een lichtbruinige kleur gaat zijn. Ook 1,59 euro. Dus die ga ik ook eens proberen. Ben ik wel heel benieuwd naar namelijk. Wat ik nog gevonden heb is dit Max & More oogschaduwpaletje. Ik vind Max & More wel altijd een beetje hit or miss met oogschaduw. Maar ja, wat wil je voor 2 euro? Kun je ook niet de wereld verwachten. Vooral de kleurtjes vallen meestal een beetje tegen. Maar ja, ik ben natuurlijk helemaal aangetrokken tot dit groene kleurtje. Dat lijkt me interessant. Dus ik wil daar ik 2 ogen, 2 verschillende lookjes maken. Een beetje peach met groen en een mooie paars bordeauxige look. 2,12 euro. Ik ben heel benieuwd.
Oké, allereerst die brow stamp kit. Wauw. Ik heb het even... Ik heb het uit de verpakking gehaald en dan zit er dus dit stenseltje bij waar je zelf de wenkbrauwen uit mag drukken nog. Ik ben zo benieuwd. Ik heb hier weinig vertrouwen in, zal ik je heel eerlijk zeggen. En dan zit er nog een borsteltje bij met aan de andere kant een spoelie, zodat je mooi vast je wenkbrauwen in model kan brengen. Zo, voordat je dat gaat aanbrengen. Of daarna. En dan zit er dus die brow stamp kit bij, in donkerbruin. Oh, oké. Okay. Hier zit de oogschaduw, of ja, nee, niet de oogschaduw, de wenkbrauwpoeder in. En hier heb je dus zo'n stempelkussentje. Hij is niet zo donker als ik dacht. Hij ziet er best wel, ja, middenbruin uit, maar... Die ga je dan daar zo... aanstempelen. Ik ben heel benieuwd. Heel even. Ik ga dit ook proberen en dan gaan we zien of dat wel is, of het überhaupt... Lukt om het zelf te doen. Hier is de gebruiksaanwijzing. Dan zeggen ze allereerst, waar beginnen we hier zo? Stempelen, doorborstelen en het moet helemaal mooi zijn. Ik heb zelf nooit zo'n heftige wenkbrauwen, dus voor mij zal het sowieso wel spannend zijn. Zo. Ook of het een goede vorm is. Ik heb het idee dat hij echt veel groter is dan mijn eigen wenkbrauw. Veel groter. Oh god. Ja. Dit is apart. Apart. En dan kun je dit hoekje erop zetten op je hoekje. Oh, misschien moet ik even bijpoederen. Ja. Ja. Prachtig. Ja. Nou, één zo'n man is al niks voor mij, want wat ik al zei, die is volgens mij gewoon dikker dan mijn eigen wenkbrauwen. Kijk, als je het borstelt, dan vervaagt het ook wel een beetje. Dan wordt het weer natuurlijker. Ja. Het ziet er sowieso niet zo mooi uit nu. Maakt niet uit. Gewoon proberen. Nu doe ik wel op dat kwastje. Ga ik eens even kijken of ik er iets van kan maken. Ja, weet je, ik vind de kleur ook niet heel mooi. Zo. Hoe unibrow kunnen we gaan? Laten we dat testen. Ja. Ja. Nou ja, één. Ik vind zo'n stencil niks, want het past niet goed bij mijn wenkbrauwvorm. Het wenkbrauwpoeder op zich is wel oké. Ik zou die dus altijd met het kwastje aanbrengen. Je kan hem ook wel makkelijk, zoals je ziet, zo'n beetje vervagen als je er doorheen borstelt. Het is wel een donkere kleur. Als je echt lichte wenkbrauwen en licht haar hebt, dan is het echt niks voor jou. Ja, het is wel een beetje vlekkerig, zie ik in de spiegel. Ja. Ja, ja, nee. Het vraagt waarschijnlijk vaardigheden die ik niet bezit. Laat ik het zo zeggen. Het is een leuk idee, maar voor mij werkt het niet. Echt niet. Nou, micellijnwater en de volgende. Het volgende wat ik heb, daar heb ik dus wel meer vertrouwen in. Dat is dat brow wow setje. Volgens mij is dat letterlijk dus gewoon hoe Benefit het ook noemt. Wow brows. Maar dit is brows to wow. Het is natuurlijk net anders. Maar het is natuurlijk gebaseerd op Benefit, die beroemd is voor zijn wenkbrauwproducten. Als je het stapeltje... dit zit in een vangstapeltje en weer zo'n spoelie met zo'n... kwastje. Als je dat open doet, dan zie je als eerst een spiegeltje en de poeder. Zou kunnen werken. Hij is ook weer best wel donker, hè, want er was maar één kleur. Hij is echt wel... Ik vind het een donkere kleur. En dan daaronder zit de wax. Die is wel lichter. Oké. Ik denk dat ik eerst de wax ga aanbrengen en dat ik hem dan ga definiëren met de poeder. Nou, mensen. Hey. Ik heb die idee dat er niet heel veel uit... die niet heel veel oppakt. Nou, daar gaan we dan.
kan aan het borsteltje liggen, maar... Niet met je wenkbrauw bewegen als je erin wrijft. Dit is dus die pomade. Dat is de lichte kleur, dan maak ik me wel druk over de donkere kleur dadelijk. Geen slechte, in ieder geval voor mij is het geen slechte kleur. Als je dus lichter haar hebt dan ik, lichtere wenkbrauwen, dan weet je al hoe het ervoor staat. Hij is wel heel cool van kleur. Dus als je een warme haarkleur hebt of je bent op zoek naar een warme brow product, dan is dit niet. Hij is heel cool. Maar voor 1,59. Ja. Ik ben geen brouwexpert, hè. Ik ben echt heel slecht in wenkbrauwen doen, dus nee van mij. Vooral geen techniek of niks aan. Ik ben een amateur die graag make-up op zijn kop smeert. En als ik het kan, dan kan jij het ook. Nou, dan heb ik nu de poeder met dat spiegeltje. Dit is wel echt donker. Ik ben heel benieuwd. Ja, die is echt donker en ook heel cool. Ja. Heel even kijken hoor. Want ik heb daar natuurlijk nu die pomade en dan zie je het niet zo goed. Maar. Zie je, hij is heel cool. Heel donker, heel cool. Hij is dus wel heel, heel donker zoals je ziet. Op zich prima. Ja, het is op zich prima. Daar is niks mis mee. Wat ik al zei, ik ben niet zo'n ster in wenkbrauwen doen. Hij is vrij cool. Ik vind dat wel mooi. Maar ja. Ik zie wel dat je er goed doorheen moet worstelen. Kan ook aan mijn techniek liggen en niet aan het product. Ja, het ligt aan mijn techniek en niet aan het product. Ja, mooi hoor. Kijk eens even. Zo. Helemaal fabulous. Voor 1,59. Kom op. Ik ken er geen beeld over wat. Ik zal die andere kant ook even doen. Dat het er niet helemaal... achterlijk uitziet. Ga ik dan gebruiken die. Dezelfde volgorde dan maar weer. Zo. Ik vraag me wel af hoe goed het houdt. De poeders in ieder geval, want die zijn echt poederig. Maar die pomade, ja. Hop, 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 hop. Niks mis mee. Voor de geld. Zo. Wacht heel eventjes, nog een beetje extra, want ik zie dat die andere echt wel dikker is aan het begin. Zo. Wauw. Nogmaals, ik ben echt geen ster in wenkbrauwproducten. Dus als ik kan, dan kun jij het ook. En het is een makkelijk, fijn product. Niks mis mee. Oké, dan gaan we het paletje gebruiken. Ik wil op dit oog iets gaan doen met deze kleuren. Ik wil natuurlijk die groen gebruiken. Ik weet niet of ik deze ook nog kan gebruiken. En dan op het andere oog iets met die paarse Bordeaux kleurtjes. Ik denk dat dit moet lijken op het Nouveau of het Cosmo palet van Anastasia Beverly Hills. Want ik weet niet precies welke van de twee. Want hij heeft ongeveer dezelfde kleurtjes. Dus daar zal hij op geïnspireerd zijn. Het palet heet Love Notes. En als eerst ga ik die peachy kleuren pakken. Peachy. Oh, die zie je wel. Oh, die zie je wel. Dat is altijd de vraag bij je Max & More paletjes. Soms dan doen ze het heel goed en soms dan stellen ze een beetje teleur. Maar heel eerlijk, wat verwacht je voor 2 euro? Dit is boven verwachting voor 2 euro. Want mijn hele oog is letterlijk in één keer één grote peach. Dus dit is een goede kleur. Heel veel kleur, heel veel pigment. Nice. Dan ga ik de buitenkant donkerder maken met deze kleur. Dat is een beetje een bruinrodige kleur. Die pak ik op een stevig kwastje. Ga ik eens even kijken of die... Ja. Ja. Geeft ook veel kleur. Nou, dat had ik niet verwacht voor 2 euro. Ook al zei het, altijd een beetje hit or miss. En zeker de felle kleurtjes kunnen wel eens tegenvallen. Maar dit is zeker geen mis. Hartstikke goede pigment. Blenden. Moet je wel meer moeite voor doen. Maar again,
Wat verwacht je voor 2 euro? Oh. Ja, ik mag niet over klagen voor 2 euro. Dan ga ik denk gewoon meteen die groene aanbrengen. Ik denk dat ik hem met mijn vinger ga doen. Even kijken wat er dan gebeurt. Oh, dat is genoeg, Linda. Het is genoeg. Dus even kijken. En dan deppen. Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Oh, een grote rotzooi. Maakt niet uit. We rennen het. Trust the process. Trust the process. Oké, okay, maybe don't trust the process. Wat is het nu? Ik zit helemaal onder. Misschien had ik het toch met een kwastje moeten doen. We gaan het aan de andere kant met een kwastje doen. Maar heel eerlijk, niet slecht. Ook deze kleur is echt niet slecht. Er zit heel veel pigment in. Het pigment ligt overal. Kan ook door mij komen op dit moment. Ik zie hier trououwens nog steeds glittertjes liggen van dat Wet n Wild palet wat ik geprobeerd heb. Platte kwast in dit gouden kleurtje. Ik kan de binnenkant doen en eens even kijken of ik het nog kan redden. Een beetje stijve platte kwast. Zo. Nou. Nou, de look is niet mooi geworden, I know. Is totaal mijn schuld. Maar de oogschaduws doen het best wel goed. Ik heb er oogschaduwbasis onder wel, Primer Potion van Urban Decay, maar valt mij niet tegen. Je kan over de hele look kan je iets zeggen, ik weet het, maar het gaat om, ik probeer de kleurtjes en de kleurtjes doen het gewoon hartstikke goed. Op het andere oog ga ik deze 3 kleurtjes proberen. Ga ik deze in de arcadebrug aanbrengen en dan ga ik kijken wat ik met die glitters op mijn ooglid kan doen. Zo. Ja, ook al zoveel kleur. Oei, oei, oei. Deze is wel, je ziet het meteen, een beetje vlekkerig. Dat is wel een risicootje. Moet je dus even voor werken. Werk, werk, werk. Even voor werken. Drie uur later. Even kijken of ik een lichtere kleur kan pakken om die rand een beetje egaler te maken. Ik denk dat ik dat met die ga doen. Want die is nu niet zo mooi. Zo, ja, kijk. Dan verdoezel je je fout een beetje. Ook veel kleur, zeg. Dat is echt niet normaal. 2 euro. 2,12 euro. Zo. Allereerst die felpaarse kleur aanbrengen en dan die lichtere meer naar binnen. Nou. Je kan je kwast eventueel nat sprayen als je hem nog intenser wil. Ik ben er best wel onder de indruk. Nou. Dan die lichte paarse shimmer voor aan de binnenkant. Nou, tip is dus wel met een. hoe noem je dat? Aan te brengen met professionele gereedschappen en niet met je vinger. Nou, de allerlichtste shimmer nog gepakt om het hier een beetje nog lichter te maken, want het is wel donker. Zo, wauw. Nou ja, dat is echt helemaal niet slecht voor de guild. Welke zij over de look kun je dingen vinden. Ik ben geen professional, ik test gewoon even de kleurtjes uit. En die zijn echt niet slecht. Zo, even blenden. Echt niet slecht. Voor de geld is het niet slecht. Zeg ik je. Wat vinden we ervan? Dit setje, ja, zou ik niet aanraden tenzij je van hele dikke, super volle wenkbrauwen houdt. Je kan de kleur ook uit het potje pakken met dat penseeltje en proberen. Hij is heel donker. Ik ben hier niet helemaal weg van. Ik zie ook het nut niet van die stempel. Ja, dat gaat nooit mooi mee met je eigen wenkbrauw. Ja, ik zou dit niet opnieuw kopen. Heel eerlijk.
Deze wel. Deze zou ik wel opnieuw kopen. Hij is wel echt donker. En ze, bij mij hadden ze maar één kleur. Dus als ze echt maar één kleur hebben, houden rekening mee dat hij donker is en koel. Cool. Dat het een koele bruine kleur is. Het is een fijn, die pomade is heel fijn. Maar het werkt wel heel makkelijk. Voor 1,59 serieus is dit gewoon een goed product. Ja, dus deze zou ik eigenlijk wel aanraden. Zeker voor het geld. En dan hadden we natuurlijk nog het... een paletje. Heel eerlijk ben ik best wel onder indruk. Ik heb Max & More paletjes gehad die heel erg tegenvielen. Dat je denkt, ja, dit is gewoon niet mooi. Of hier moet ik veel te hard mijn best voor doen. Of bijvoorbeeld ik had iets met blauw. Dan zag je die blauwe kleurtjes gewoon niet. Ja, dat was heel zonde. Maar dit paletje, heel eerlijk, het is 2,12 euro. Maar kijk, ja, ik al zei, op deze look kun je wel aanmerken. Maar dat was mijn techniek. Maar de kleur is er zeker. En aan deze kant ook echt. Er zit gewoon veel pigment in voor het geld. Shimmerkleuren zijn heel mooi. Je kan ze nog wat heftiger maken door hem nat te sprayen en hem dan op te doen. Hoeft voor mij vandaag niet. Maar het is echt een... ik vind het een mooi paletje en ook een heel divers paletje. Volgens mij kun je hier heel veel verschillende lookjes mee maken. Ja, je kan heel naturel gaan. Maar je kan ook leuke kleurtjes doen. Dus voor 2,12 euro, ja, zou ik hem echt aanraden. Zou ik hem niet laten hangen. Is ook weer zoiets. Maar het is gewoon wel, deze is wel echt waar voor je geld. Dikke waar voor je geld, moet ik eerlijk zeggen. Nou ja, die armbandjes die ga ik gewoon dragen. En die eeltsokken ga ik nog proberen. Dat zal ik op... TikTok laten zien of het wel is. Ik hoop het echt heel erg, want dat zou echt een goede koop zijn voor 1,89 euro. Nou, vond je dit nou leuk? Laat het me weten. Is er iets wat je wil dat ik de volgende keer test of waar ik naar ga kijken? Laat het ook weten. En ik hoop je de volgende keer weer te zien. Doei!